Dit zijn Jacqueline en Ruud, broer en zus en allebei met een diagnose familiaire longfibrose. Maar wat houdt dat precies in en wat betekent dat voor hun leven en hun familie? Daarover vertellen zij in deze video. Ook komt Jelle Miedema aan het woord, longarts in het Erasmus Medisch Centrum, met een specialisatie in deze bijzondere vorm van longfibrose. 8 jaar geleden, 60 jaar was ik toen. Toen kreeg ik klachten en begon met longontsteking, dubbele longontsteking, foto maken. En daar kwamen ze achter dat het meer was dan alleen longontsteking. Toen kwam ik eigenlijk bij dokter Miedema en toen vertelde ik van mijn zus. En toen zei hij, nou, die moet ook maar eens komen. Nou ja, zo is Van Lievelee het balletje gaan rollen eigenlijk. Ja, en zo zijn ze dus achtergekomen dat het familiaar was. Toen werd bij die andere zus sowieso, de oudste zus, ook die diagnose gesteld van longfibrose. Dus, en toen dacht ik er zelf helemaal nog niet aan. Als ik de oproep kreeg om mijn eigen ook maar eens een keer te laten screenen en met een CT-scan. Nou, dan was het duidelijk dat ik ook, Het was even toen een klap, maar ja, je leert ermee omgaan, je leert ermee leven. Je denkt er niet heel veel aan. Ja, dus zo kan het. Ja, heel verschillend zijn per persoon, ja, hè? Hoe je erachter komt wat er speelt en dat een diagnose longfibrose. En longfibrose kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Dus als patiënten bij ons komen en er is bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis al longfibrose vastgesteld, dan gaan wij nog een keer goed kijken samen met de mensen van kunnen wij een oorzaak hiervoor vinden. En variërend van een bepaalde schadelijke stof die is ingeademd, tot de bepaalde medicijnen, tot immuunziektes. Er zijn allemaal oorzaken mogelijk. En een van de belangrijke bijdragende factoren bij longfibrose is het DNA, dus de genetische aanleg. Ja, we zien toch dat bij een deel van de mensen met longfibrose in het DNA afwijkingen kunnen worden gevonden die het risico daarop verhogen. En als er dus bij 2 of meer mensen binnen 1 familie longfibrose is geconstateerd, dan spreken we ook van een familiaire longfibrose. Ja, die klachten worden steeds meer. Ja. In het begin had ik totaal bijna geen klachten, want ik werd gevraagd van via mijn zusters, die beide al in het Erasmus waren, van heb je nog meer familie? En zodoende hebben ze mij toen gescreend en toen bleek ik ook longfibrose te hebben. Maar op dat moment had ik er niet echt last van. Wat we doen als toch duidelijk wordt dat een longfibrose familiair is, is dat we samen met de patiënt bespreken of mensen open zouden staan voor genetisch onderzoek. Dus wat er dan gebeurt is dat iemand met die vraag naar een klinisch geneticus gaat, dus een dokter die in het DNA kan kijken. En die gaat kijken samen met de patiënt, kunnen wij nou afwijkingen vinden waarvan we weten dat ze dat risico op longfibrose verhogen of geassocieerd zijn met longfibrose. En bij niet iedereen komt daar wat uit. Dus het kan zijn dat binnen een familie wel degelijk longfibrose voorkomt, bij 2 of bij meer mensen in een familie, maar dat je niet iets vindt bij genetisch onderzoek. Bij een deel van de mensen ook zeker wel. Longfibrose, zeker als het ook familiair is, proberen we zo vroeg mogelijk op te sporen. Er zijn namelijk behandelingen mogelijk met fibroseremmers. En wat die medicijnen doen is de toenemende littekenvorming afremmen. Dus je kan deze ziekte niet helemaal stoppen. Het gaat ook niet over. Wat een litteken is, blijft een litteken en wordt vaak ook erger in de loop van de tijd. Maar deze medicatie remt wel de mate van achteruitgang. En daarom vinden wij dat we mensen zo vroeg mogelijk zouden willen vaststellen dat er sprake is van longfibrose. Want als je eerder bent met de diagnose, kun je soms ook eerder met elkaar bespreken om die behandeling te starten. Kun je dus eerder remmend gaan behandelen. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Je hoopt allemaal tot ze toch een keer erachter komen, hoe zit die streng van DNA in elkaar, waar komt het vandaan? Want hebben mijn kinderen het al, die zijn nu ook getest. Alle twee niet positief, dus alle twee goed. Ja, en mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ja, je weet het niet. Dat is het meest moeilijke punt, vind ik dat. Ja, ik heb het vaak met mijn kinderen over. En de kinderen leven natuurlijk heel erg met mij mee. Die vinden het voor mij wel heel vervelend. Maar hun hebben zich ook opgegeven om vrijwillig mee te doen aan een
onderzoek. Maar er spelen ook veel meer zaken mee. Hè. Dus je moet denken aan het behoud van conditie, ondersteuning, bespreekbaar maken binnen de familie. Zijn er andere familieleden die dat genetisch onderzoek ook wensen of juist niet? En wat zijn daar de redenen van? Er zijn heel veel zaken die we met elkaar doornemen. En ook gedurende de behandeling moet u denken aan het managen van bijwerkingen, het starten van zuurstof, al dan niet als dat nodig is in het traject. En zo nog meer zaken. Als je de aanleg hebt binnen een familie voor het krijgen van longfibrose, dan verschilt het ook nog wel per persoon, ja, of zich dat dan uit en in welke mate. En een ander belangrijk onderdeel is niet alleen je genetische aanleg, dus hoeveel, ja, bagage draag je mee om dit te kunnen krijgen, maar is ook bijvoorbeeld hoeveel schade, hè, hoeveel beschadiging in je long heb je tijdens je leven, loop je op inderdaad. Dus en, als je bijvoorbeeld met kinderen of zelf in een beroep zit met heel veel, ja, inademen van schadelijke stoffen bijvoorbeeld, hè, dan moet je er heel sterk overwegen om dat natuurlijk niet te doen. Ja. Om het nog maar eens niet te hebben over roken bijvoorbeeld. Hè. Ja. Als je weet dat binnen de familie, sowieso moet je dat natuurlijk niet doen. Maar hè, beschadigingen moet je extra voorzichtig voor zijn natuurlijk, als binnen de familie longfibrose voorkomt. Ja. Dus dat kun je er zelf ook aan doen, ja, hè, met meewerk, elkaar. Ja. Ja. Dat je in ieder geval probeert zo goed mogelijk te voorkomen en die longbeschadigingen op te lopen tijdens het leven. Wij weten precies al wat er met ons gaat gebeuren. We hebben dat voorbeeld natuurlijk van onze zus gezien. Uiteindelijk ook van mijn moeder. Ja, al is dat heel lang geleden, maar in principe was dat ook dezelfde situatie. Ja, 30 en, jaar. Ja, en dus je weet, nou ja, het klinkt heel raar, maar je weet wel hoe het afloopt eigenlijk. Ja. Maar ik ga ervan uit dat dat de eerste 10 jaar nog niet gaat gebeuren. Daar doen we ons best voor, Daar gaan we ons best voor doen. Ja. Yes.